De finale tussen de dames wordt gespeeld tussen DBC Houthalen B en Osiris Aalst. Houthalen krijgt een voorsprong van 5 punten. Ondanks het feit dat ze een reeks lager spelen, zijn ze wel favoriet om deze partij te winnen. Aalst speelt verdienstelijk, maar kan niet voorkomen dat Houthalen 10 punten uitloopt. 43-32 is de ruststand. Aalst knokt voor wat het waard is en probeert een paar keer een comeback te maken. Maar Houthalen kan toch de voorsprong vergroten. Uiteindelijk is het een verdiende overwinning voor Houthalen, dat een moedig Aalst verslaat met 67-53. Ze hebben na Boom en Laarne ook ons uitgeschakeld, drie eerste landelijke ploegen. Ze hadden meerdere speelsters uit Eerste Nationale. Ze hebben gewoon meer ervaring, meer lengte, meer snelheid. Ze hadden van op alle posities een tikkeltje meer als wij. Ik denk dat we vandaag toch wel dachten dat zij de favoriet waren. We hebben mooi goed gespeeld. Ik denk dat we vandaag wel lieten zien dat we kampioen mogen worden in tweede landelijk ook. Het is moeilijk geweest. Ik denk dat we hebben moeten knokken tot het einde. Maar uiteindelijk hebben we die match wel kunnen winnen.